Goedemorgen. Dit is het weerjournaal van weerplaza.nl. Hoge bewolking zien we goed op de satelliet 's nachts, maar de lage bewolking niet. En die is wel boven ons land aanwezig en dat zien we vooral als de zon opkomt. In het zuidoosten schijnt af en toe de zon, maar in het middenwesten en noorden van het land is het dus veelal bewolkt bij zo'n 18 graden. Vanmiddag, dan houdt die bewolking aan. In het zuidoosten blijft de meeste ruimte voor de zon. Daar kan het dan ook 26 graden worden. Maar onder de bewolking worden 22 of 23 graden. En lokaal kan zelfs een spat regen vallen. En er waait over het algemeen ook nog een matige tot een vrij krachtige westen tot zuidwesten wind. Vanavond houdt bewolking de overhand. Er zijn ook wat opklaringen. Lokaal valt wel een enkel buitje. En de temperatuur daalt naar zo'n 22 graden. Morgen vallen er meer buitjes. De temperatuur komt dan uit op 21 tot 24 graden en zo nu en dan schijnt ook eventjes de zon bij een matige westen tot zuidwestenwind. Ook dinsdag zien we een aantal buien, met name in de westelijke helft van het land. Landinwaarts is er meer zon en wordt het zomers warm. Woensdag is het op de meeste plaatsen droog, met opnieuw landinwaarts zomerse temperaturen. En donderdag dan passeert de storing en wordt het waarschijnlijk een paar graden koeler. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl.